Bruno Franke is een Edese dichter die onlangs debuteerde met de bundel In kleur geschreven. In deze uitzending maakt u nader kennis met hem. Theatergroep Smeetwerk heeft haar basis in Cultura. Wij waren aanwezig bij een repetitie. Ten slotte een overzicht van het kunstaanbod in de agenda-rubriek Ook Mooi. Welkom bij Mooi Zo. Pino, In kleur geschreven, jouw debuut, dichtbundel. Op de achterflap staat de tekst Pino praat veel, maar zegt weinig. Niet zo'n goede introductie voor een dichter, lijkt me. Nou, vond ik dus wel, want mensen moeten dus lezen wat ik geschreven heb. En daarin zeg ik genoeg. En ik praat van mezelf al veel en snel, dus dan overval ik ze nog wel eens, dan overdonder ik ze nog wel eens. Dus als ze mijn bundel lezen, dan zeg ik genoeg, denk ik. Waar hou je in de teksten mee bezig? Met van alles en nog wat. Het kan over mijn moeder gaan, het kan over de liefde gaan, over de natuur, over het uitgaan, overal vandaan. Maakt niet uit waar. Je staat in Ede bekend als de zanger van Luddeverde, een smartlappenband, meestal covers van anderen. Voel je niet ergens een innerlijke stem die zegt van, ik wil toch iets met die gedichten en muziek? Hoe raad je het? Ja, nee, klopt. Ja. Ik maak ook teksten op bestaande melodieën. En die wil ik nog een keer opgenomen met vrienden van me of zo op cd. En wie weet wat er dan van gaat komen, dat weet ik nog niet. Moeder Aarde. Waarin de wouden van achter hun ondoordringbare bast ons verhalen over mythes en legendes van ver voor onze herinnering. De zee met haar niet te omvatten wijsheid en peilloze dieptes hun aanwezigheid tonen door middel van de eeuwige stroming van eb en vloed. Waar bergen met hun grillige vormen en diepe dalen standvastig de spanwijdte van de hemelboog blijven beschermen en ondersteunen. En met stormen, donder en bliksem ons waarschuwen voor haar onmetelijke boosheid en kracht. En ons vraagt voorzichtig te zijn, want we hebben haar in bruikleen. Dan mogen we, kunnen we en moeten wij als mens maar van drie dingen doordrongen zijn. Stille bewondering, grootse eerbied en diep, diep respect. Lieve moeder aarde, dank u wel. Theatergroep Smeetwerk, wat voor theatergroep is dat? Dat is een korte vraag, maar een heel groot antwoord, denk ik. We zijn eigenlijk een jaar of 10, 12 bezig nu met allerlei voorstellingen. En we zijn vooral bezig met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk vertellen. Dus eigenlijk de acteur of de actrices die centraal stellen. En het decor en alle techniek eromheen zo weinig mogelijk. Hoe is de samenstelling van Smeetwerk? Inge is, en ik zijn de artistieke leiding. En we spelen ook. En Matthijs, die Hamlet speelt, die is eigenlijk een gastspeler. En dat doen we vaker met onze producties. Dan betrekken we gewoon acteurs die we in een soort pool hebben om onze voorstellingen mee te spelen. Hoe is het om jullie thuisbasis in Cultura te hebben? Ja, prettig. We hebben hier alles. We hebben een kantoor, we hebben repetitieruimte. We hebben onze voorstellingen, onze premières, die spelen we hier. Het contact met de scholen wordt steeds nauwer. Met de gemeente, met andere instanties. Dus na zo'n 3 jaar beginnen we een beetje grond aan de voeten te krijgen. Projecten voor de nabije toekomst. Bijvoorbeeld Ede uit de Kunst heb ik begrepen. Daar gaan jullie ook mee bezig. Hoe is dat? Elk jaar doen jullie dat? Ja, dat doen we nu voor het 4e jaar. En dat doen we in nauwe samenwerking met Cultura dus. We zijn nu al druk aan het voorbereiden van welke groepen, hoe gaan we het situeren. Dat belooft weer wat leuks te worden. Hoe zit het met de scripts? Ik bewonderde jullie net in Hamlet, een gedeelte ervan. Schrijven jullie zelf de scripts of herschrijven jullie? Want uiteindelijk is Hamlet van Shakespeare. Maar hoe doen jullie dat verder met de scripts? Dit script hebben we eigenlijk samen gemaakt. Naar aanleiding van, we hebben 4 verschillende Hamlets erbij gehad. Engelse en Nederlandse versies. En al improviserend zijn we tot deze versie gekomen, waarvan we de teksten eigenlijk zelf hebben gemaakt. En ja, normaal bij andere voorstellingen zoals Dracula of Titanic, we spelen vooral vanuit de vloer improviserend. En laten kijken of die tekst zo goed mogelijk erbij gevonden kan worden. In het Grand Café Marnix aan de Achterdoelen is werk te bewonderen van de kunstenaar Fred Knippen uit Westervoort. Fred Knippen maakt collages die een sterk grafische uitstraling hebben. Kenmerkend is de soberheid die ontstaat door de strakke en ogenschijnlijk eenvoudige vormen. De expositie duurt tot eind februari.
Vanaf 21 januari tot en met 5 februari is in Huis Kernhem werk te bezichtigen van de glaskunstenaars Freke en Wim Nijman. Freke Nijman maakt raamdecoraties in glas en lood, glasschalen, wand- en tuinobjecten. Wim Nijman maakt glas in lood in opdracht, onder andere toegepast in woningen. Ook herstelt hij oude glas in loodramen. Op zaterdag 28 januari en zondag 29 januari zal Wim Nijman tijdens de expositie een demonstratie geven. Twee verschillende tentoonstellingen in Cultura aan de Molenstraat 45. Tot en met 31 januari exposeert Riepke van der Ploeg schilderijen onder de titel De Provence op de begane grond in de bibliotheek Cultura aan de Molenstraat 45 in Ede. De schilderijen en tekeningen zijn in verschillende seizoenen gemaakt. De werken in inkt, krijt en acryl zijn voltooid op locaties in de Provence. Dan, in de bibliotheek van Cultura kunt u werk zien van Saskia de Wit. Saskia woonde een aantal jaren op Tenerife en op Mallorca. De mediterrane sfeer is daarom een duidelijk kenmerk van haar schilderijen. Saskia heeft zich kort geleden weer in Nederland gevestigd en schildert met oog voor detail en liefde voor het Spaanse landschap. Te zien tot 10 februari tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Dit was het programma Mooi Zo. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl. Graag tot de volgende keer.